Hallo en super leuk dat jij kijkt naar mijn allereerste YouTube video. Zoals je ziet, ik ben van plan om te beginnen met YouTube. Ja, gek idee, maar ook heel leuk. En je ziet steeds vaker voorbij komen dat mensen dat doen, dus waarom doe ik het niet? En ik dacht, ik kan wel meteen beginnen met wat ik wil doen. Maar ik kan ook gewoon eerst een introductievideo opnemen, dus bij deze, mijn introductievideo. Eigenlijk weet ik ook nog niet heel goed wat ik nou precies wil doen op YouTube. Maar lijkt het gewoon heel leuk om video's te maken, mijn leven een beetje te delen. En niet dat mijn leven zo spectaculair is. Maar ja, als je heel realistisch kijkt, is dat van geen één YouTuber. Ze doen allemaal maar leuke dingen voor de video, maar als ze geen video zouden opnemen, zouden ze niet zo'n spectaculair leven hebben, denk ik. Mijn mening, maar kan ook anders zijn. Nee, ik zal mezelf maar eens even beginnen met introduceren. Daarvoor is natuurlijk deze video bedoeld. Mijn naam is Manon, ik ben 23 jaar. Ik woon in Nijmegen samen met mijn vriend. Ik heb 2 katten. En ja, ik ben verpleegkundige, ook wel leuk om te weten. Ik werk in het ziekenhuis. En ik wil ook nog YouTube daarnaast gaan doen. Een verpleegkundige die YouTube doet. Hey, nee, ik ga jullie natuurlijk niet meenemen op mijn werk en al. Privacy-schending, die dingen kunnen we natuurlijk niet doen. Maar ik wil je wel meenemen in mijn dagelijks leven naast mijn werk. Ik was al bezig met Instagram en zo. Foto's maken, bewerken, plaatsen. Hier en daar een TikTok video. Niet dat ik heel hard ga op die video's en foto's. Maar ik merk wel aan mezelf dat ik het gewoon heel leuk vind om te doen. Ik merk ook dat ik heel graag erin wil groeien. Groeien in een aantal volgers, maar ook groeien in hoe ik het moet doen. Dan is natuurlijk ook een hele goede stap om met YouTube te beginnen. Natuurlijk is dat niet mijn enige reden. Het lijkt me ook gewoon super leuk om gewoon video's te gaan maken, editen en uploaden, contact met jullie, dat ik jullie wel meer meeneem in wat ik doe in mijn dagelijks leven. Niet dat mijn dagelijks leven zo denderend interessant is. Daarom ga ik ook zeker geen dagvlogs maken of weekvlogs. Nee, ik zie mezelf eerder gewoon de highlights eigenlijk van de week opnemen en daarin eigenlijk jullie meenemen en mijn leven daarin delen. Het zullen niet zoals bijvoorbeeld Enzo Knol hele vloggen zijn van de hele dag en die plant ik vol in een uur. Het zullen ook niet echt weekvlogs zijn zoals je volgens mij bij Nienke Plas en Dave vooral voorbij ziet komen. Maar echt gewoon korte fragmentjes. Gewoon, hey, dit is leuk om te filmen. Ik neem jullie mee. Dus niet dat jullie saaie clips te zien krijgen in ieder geval. Ik wil jullie bijvoorbeeld meenemen in hoe ik foto's maak. Niet dat ik de beste ben, maar wel hierna kan ik misschien wat tips aan jullie meegeven. En jullie kunnen ook wat tips aan mij meegeven. Interactie met elkaar. Heel veel meer heb ik niet echt te vertellen, dus bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie, als het goed is, volgende week bij mijn allereerste YouTube video. Waar ik jullie gewoon een beetje ga meenemen in mijn leven. Ik heb een aantal dingetjes die ik wil doen en dat wil ik graag vastleggen, dus perfecte gelegenheid, toch? Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. Natuurlijk, volg me ook even op mijn Insta. Ik zal hem hier even in beeld zetten. Laat ook vooral even weten in de comments wat jij graag voorbij zou willen zien komen in mijn video's. Wil jij graag dat ik video's ga maken van hoe ik foto's maak, wat ik daarvoor doe, hoe ik de perfecte locatie uitkies, wat ik zelf van tevoren organiseer. Misschien iets van een Q&A om me nog beter te leren kennen. Laat het vooral even hier beneden weten en ik lees sowieso de reacties door. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Tot volgende week. Doeg!